voor de tweede keer in de problemen zou komen. En het zou een verzwakking zijn geweest van ING wereldwijd. De beurskoers zou nog verder gedaald zijn. Dus het kon niet anders? Ik denk het niet. Ja, maar kunt u zich voorstellen dat de Nederlandse belastingbetaler dus nu met een risico opgescheept wordt, waar die partner deel aan heeft gehad? Mm-hmm. Nou, maar waar wij, laten we het zo zeggen, we hebben daarover onderhandeld natuurlijk met minister Bos. En die heeft daar toch ook uitgegeven dat voor hem de risico's acceptabel zijn. Met andere woorden. Maar een risico blijft natuurlijk een risico. Er is een kans dat het fout gaat. Ja, maar als je kijkt weer naar de beloning die daar tegenover staat, dus wat wij aan de staat betalen ten opzichte van de risico's die de staat neemt, daar heeft ook de minister van Financiën van gezegd van ja, dat is voor mij een acceptabele zaak. Totdat het echt fout gaat in Amerika en de prijzen van de huis nog verder dalen. Mm-hmm. En dan, dan nemen wij natuurlijk, als het echt helemaal fout gaat, nemen wij de volledige garantie over. Als het helemaal fout gaat, ja, dan zou dat overgenomen worden. Als het helemaal fout gaat, gaat het ook goed fout. Want ING heeft nu de grootste overheidssteun uit de Nederlandse geschiedenis gekregen. Te beginnen met de 10 miljard kapitaalinjectie. Hierna de 22 miljard hypotheken. En daarna nog 11 miljard leningen met staatsgarantie. In totaal staat de Nederlandse overheid nu garant voor 43 miljard euro. Ruim 3000 euro voor elke belastingbetaler. Bankiers hebben in hun achterhoofd het idee van de overheid zal ons toch wel moeten redden mocht het misgaan. Men durft meer omdat men weet van als door dat hogere risico het heel goed gaat dan verdienen we veel geld. En als het verkeerd gaat dan is de overheid altijd wel als sluitstuk aanwezig om die bank te redden. Vergis je niet, het is niet zo dat je binnen een bank bezig bent met het kijken van god, we nemen maar eens wat onordentelijke risico's en daar, want we weten dat de overheid er toch wel achter staat. Dat is nooit de manier van denken geweest zoals je bezig bent. Wat je probeert is je toekomst in je eigen hand te houden en zoveel mogelijk ook te werken met je bestaande aandeelhouders en niet met een overheid. Dus dat is niet iets wat zeg maar in een gedachte meespeelt van nou, dat zit er toch altijd wel achter. Je kunt ook zeggen van als je een bank zo groot laat groeien, dat je dan ook voor een aantal zaken moet zorgen. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met hoeveelheid eigen vermogen die zo'n grote bank aanhoudt. ING heeft in relatie met het balanstotaal een kleine eigen buffer. Zogenaamd eigen vermogen. Zo'n 5-8%. Als er een tegenslag komt, zoals nu, moet ING dus al snel om steun bij de overheid aankloppen. Deze buffer, eigen vermogen, zou omhoog moeten. Waardoor zeg maar die banken ook uit zichzelf grotere verliezen kunnen dragen zonder dat ze direct in de gevarenzone zouden komen en zonder dat de overheid hoeft in te grijpen. Ja, want ze hebben een dusdanig eigen vermogen dat als ze een probleem krijgen, dan is al vrij snel dat eigen vermogen ook weg. Ja, het is eigenlijk heel fragiel. Het is heel kwetsbaar. De steun van de overheid heeft ervoor gezorgd dat het eigen vermogen van ING weer hoger is. ING profiteert nu. Maar geldt dit ook straks voor Nederland als het weer goed gaat met ING? Nou, eigenlijk niet. En dat is dus, want dan is het gewoon een private bank. En dat zijn natuurlijk gewoon de vermogensverschaffers van de bank. En dan met name de aandeelhouders. Niets verplaatsen, dank u wel. De risico's genomen door de bankiers van ING zijn nu op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler terechtgekomen. De Nederlandse staat draait op voor de kosten als het fout gaat. Het balletje rolt, maar waar het terechtkomt weten we niet. Dat noemen we staatsgevaarlijk bankieren. Bankiers hebben te grote risico's genomen. Maar willen ze ook hun verantwoordelijkheid nemen? ING wordt geleid door de Raad van Bestuur. Deze bestuurders beslissen over de groei. Hierin zitten nu onder andere Eli Leenaars en Koos Timmermans. Michel Tilman was de afgelopen 5 jaar voorzitter. Tilman vond dat de beloningen omhoog moesten. Want anders zouden goede bestuurders naar het buitenland vertrekken. Zijn mensen om beloningen weggegaan? Ik meen het niet. Ik kan me dat niet herinneren. De mensen die weggingen waren toch meestal mensen die weggingen omdat ze niet in de raad van bestuur kwamen. Meindert Venema, hoogleraar politicologie. De relaties tussen Nederlandse bestuurders, het Old Boys Network, is zijn specialisme. Een bankier was vroeger iemand van aanzien. En het was ook heel belangrijk bij welke bank je zat. En dat aanzien wilde je ook hebben. En dat aanzien wilde je hebben en dat was onderdeel van het Old Boys Network. En je verdiende goed, maar aan dat verdienen waren grenzen.
En eigenlijk is het aanzien van de bankier in toenemende mate verschoven naar de geldelijke beloning. Een van de factoren wordt ook gezegd dat bankiers te grote risico's genomen hebben vanwege de eigen bonussen die ze daarmee konden verdienen. De korttermijnvisie. Nou, dat beeld herken ik in mijn omgeving in elk geval niet. Je bent eigenlijk een beetje een dief van je eigen portemonnee als je niet als ING doorgroeit. Ja, het is niet alleen groei. Winstgevendheid speelt ook een rol. Maar groei is één belangrijke factor. Groei is ook een factor, ja. Dus dat heeft mede dus de groei dan van de ING ook veroorzaakt? Ja, je zou kunnen zeggen, en daar wil ik in meegaan, dat groei is ook mede veroorzaakt door het feit dat je, ja, dat is een van de belangrijke targets. En daar heeft beloning ook een rol bij gespeeld. Dus je wil ook wel groeien. Ik kan me eigenlijk alleen maar beslissingen herinneren die negatief uitwerkten voor onze beloning, maar die goed waren voor het bedrijf en die we namen dan andersom. En nou, ik, dat is voor mij nu lastig om te zeggen, want daarmee denk ik, ga ik toch de vertrouwelijkheid van de Raad van Bestuursvergadering doorbreken. Dat doe ik niet. Naast de Raad van Bestuur heb je de Raad van Commissarissen. Deze commissarissen controleren de beslissingen en bepalen de salarissen van de Raad van Bestuur. Ze komen zo'n 6 keer per jaar bijeen. Ze houden toezicht op elkaar zoals je in een familie toezicht op elkaar houdt. Je zorgt dat dat iedereen doet wat in die groep als betamelijk en goed beschouwd wordt. Als je de achtergrond van de commissarissen bij ING bekijkt, valt op dat het allemaal mensen zijn uit het zogenaamde Old Boys Network. Er wordt heen en weer geschoven, vooral tussen Philips en Shell. Als u zegt het is een soort familie, is men dan een familie die dan echt onafhankelijk kritisch is? Nou, niet ten opzichte van die familie natuurlijk. Nee. Wij vinden dat dat is gebleken de afgelopen jaren, dat mensen te weinig kritisch zijn geweest op elkaar. Omdat men elkaar kent of dan wil men dan niet? Ja, het is natuurlijk toch ook sociaal is het vervelend om te moeten zeggen tegen iemand die je vaak meemaakt van ja, je hebt het niet goed genoeg gedaan, je krijgt nu geen bonus. Dat speelt ongetwijfeld een rol. Nou, ik merk helemaal niets aan gebrek aan kritisch vermogen bij onze commissarissen. In onze vergaderingen die we hebben met de Raad van Commissarissen. Wilt ze pak u flink aan? Als dat nodig is, ja. Wim Kok is commissaris bij ING. Hij is voorzitter van de commissie die het financiële reilen en zeilen van ING controleert. Hij is iemand die zich nou, ten eerste zeer terdege voorbereidt. En dan ten tweede zich niet te veel bezighoudt met één specifieke feitelijke vraag, maar veel meer reflecterend vragen stelt en zegt van ja, maar is dit de goede richting waarin je uitgaat? En dat zijn vaak toch hele moeilijke vragen om te beantwoorden. Hij is een lastige. Hij is minister van Financiën geweest, dus het is niet zo dat die cijfers hem vreemd zijn. Nee, hij is kritisch bedoelt u? Ja. Wat ik dan ook altijd enorm op prijs stel, is dat hij dan na de vergadering dan ook nog een advies heeft hoe je het misschien anders zou kunnen doen. Oké, zo iemand die meedenkt. Ja, ook meedenkt. Eerst kritisch en dan meedenken. Heeft Wim Kok ooit gezegd van, jongens pas op, de ING begint groot te worden? Nee. Allemaal, hartelijk welkom. Na 6 jaar treedt Wim Kok af als commissaris bij ING. Commissarissen stoppen als ze 70 worden. Alleen Wim Kok is een jaar langer doorgegaan. Je wil daar toch iemand hebben die gewoon inzicht heeft in financiële cijfers, die dat stuk werk blijft doen. Maar maakt het wel makkelijk dat Wim Kok naar Wouter Bos belt om bepaalde afspraken te maken? Ik ben niet aan de telefoon, zeg maar, zit ik tussen Wouter Bos en Wim Kok. Maar dat is niet de vooropgestelde bedoeling geweest. Want in begin 2008, toen waren wij gewoon bezig met ons bedrijf. En toen waren we niet bezig met overheidssteun. Als je fabriek of bakkerij goed draait, heb je een mooi inkomen. Maar als je failliet gaat, ben je alles kwijt. En daarna nog levenslang aansprakelijk voor de schulden. Als een bank failliet dreigt te gaan, wordt deze gered. Als bankier ga je naar huis met een mooi salaris en pensioenregeling. Een bankier loopt geen enkel persoonlijk risico. Maar een bakker is alles kwijt. Kunt u zich voorstellen dat er allerlei bedrijven roepen van, ja, maar zo'n bank wordt overeind gehouden. Laat ze mijn bedrijf maar overeind houden. Ik moet mijn personeel nu ontslaan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik wil ook wel die 8% betalen.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het verschil tussen een financiële instelling en een normaal bedrijf is dat de financiële instelling, we hebben het net over systeemrisico gehad, essentieel is voor het draaien van een economie. Als het vertrouwen in het bankwezen verdwijnt, dan vindt er geen kredietverlening meer plaats. Dus u zegt een bedrijf zou wel failliet kunnen gaan,